voel me meer een filmster. Er was deze week weer veel aandacht voor Pim Fortuyn. Precies 10 jaar geleden beleefde hij zijn stormachtige entree in de Nederlandse politiek. Dat belooft nog wat te worden. Maar die entree was niet zo verrassend als velen destijds dachten. Pim Fortuyn zag het bijna als een religieuze missie en was zich al jaren aan het voorbereiden. Ik voel gewoon, ik moet dit doen. Een jaar na zijn dood maakte ik voor de KRO de documentaire De Messias en sprak onder andere met zijn beste vrienden. Dat verhaal laat ik u nog eens in verkorte versie zien. Een reportage over een messianistisch politicus die niet alleen zijn eigen opkomst, maar ook zijn einde voorzag. Het blijft 10 jaar na dato de fascinerende vraag. Hoe was het mogelijk dat één man, een excentrieke homoseksueel nota bene, dit allemaal losmaakte? Was het charisma? Timing? Geleid door die vraag sprak ik een jaar na zijn dood met mensen die Pim Fortuyn van heel dichtbij hebben meegemaakt. Jan het Hooft, zijn beste vriend, met wie Pim Fortuyn jarenlang correspondeerde over zijn diepste zielenroerselen. Ja, ze deden er toe, hè? Dat wisten ze. Mieke Bello, zijn hartsvriendin. Of ik een kind ben verloren, meneer. Ja, een kind. Hè? Het is zo intiem is het blijkbaar. En Koen Wessel, theoloog. Ze bleken eensgezind. Er zat in de opmars van Fortuyn een sterke religieuze dimensie. Ieder mens heeft een opdracht in zijn leven. En ik denk dat je die van God krijgt. Hij meende het, echt. Ja, absoluut. Absoluut. En het was de ongegeneerdheid in zijn praten en denken dat hij geen seconde dacht van misschien vinden de mensen dat wel raar. Ik kan beter niet zeggen dat scheelt 100.000 stemmen. Nee, dat was geen thema voor hem. Gewoon, dit is wat het is. We zijn geschreven naam voor naam in de palm van zijn hand. Ik heb hem geloofd in wat hij zei over zijn roeping en op zijn opdracht. Als het om de essentie ging, hè, waar gaat het om in dit leven, in zijn leven in dit geval, was het hem altijd buitengewoon ernst. Maakte hij nooit grappen over. Het volgende boek, wat wordt dat? Scheurkalendertje? Nog makkelijker voor op het toilet? Nee, flauw meneer. Maar ik kan u wel de titel geven. Dat wordt de verwezende samenleving. Daar zal nog veel meer in gebeden worden. Mooi. En dat is heel goed voor de VPRO. Okay, plaatsen we in de traditie van jullie. We spreken elkaar dan weer. Dagvrij omroep. Okay. Protestants-christelijk is het denk ik niet meer. Nee, al heel lang niet. Nee, jammer. Hier laten we het bij. Daar. Ik voel gewoon, ik moet dit doen. Het is een roeping. Ja, het is niet net meer iets. Net als een priesterschap is een. Ja, is een, het is niet meer geroepen. Iets van. Daar kan het nog even niet doen of zo. Hoezo een innerlijke opdracht? Vrienden geloven dat hij dat als kind al ontwikkelde. Het afgewezen homoseksuele jongetje uit een wel heel gewoon katholiek gezin. Ik was me van de prins geen kwaad bewust, maar wel dat ik anders was. Ja. En dat die omgeving had dat ook wel door, van het is een ander jongetje dan normaal. Dat was uiteindelijk zijn Achilleshiel. Daar zat een hele diepe pijn in die afwijzing. Maar hij kon er wel mee omgaan. Het is niet iemand die gezegend is geweest met heel veel liefde. Ja, het was een haast existentieel eenzame man. Als ik naar zijn leven kijk en de dingen die hij doet, dan zijn er een hele hoop dingen, ik wil me natuurlijk niet met hem vergelijken, maar die ik ook zo aanpak. Christus was niet erg gevoelig voor wat de mensen ervan dachten. Daar voel ik verwantschap mee. Bezeten van een opdracht, eenzaam. Afgewezen buitenstaander. Hallo. Koketterend met butler, borstbeelden, schoothondjes. Bij de boodschap hoorde een beeltenis, vond Fortuyn. Zo, bang van al die mensen. Hè? Pim vond dat het verhaal en het plaatje met elkaar in evenwicht moesten zijn. En daar natuurlijk ook wel eens naar gevraagd. Hij zegt van, je accepteert toch van de koningin ook niet dat ze in een bloemetjesjurk de troonrede voorleest. Dit is toch fantastisch. De oer-Hollandse wet dat politici vooral sober moeten zijn, die wet zette Fortuyn tijdelijk buitenspel. Het Nederland van Drees, Lubbers en Kok opzij geschoven door een theatrale persoonlijkheid. Wie? Hij was ook de man die van decorum hield. Maar als er eentje was die een patatje met kon snappen, dan was hij het wel. Natuurlijk. En dat hebben mensen ook gezien, dwars door alle decorum heen. Ja, ik denk dat heel veel mensen voelen, als je veel herkent in iemand, betekent het gewoon dat je daar een beetje op lijkt. En er waren heel veel mensen die veel herkenden in Pim. Dus dat moet wel. De feiten geven het weer. En nou ja,
Je kunt het ook zien als je zijn ouders gekend hebt. Dat was natuurlijk gewoon een heel doodgewoon gezin. Hij heeft het zelf allemaal wat opgeklopt en mooier gemaakt. Maar dat was gewoon echt een heel oorverdovend gewoon gezin. Lang is Fortuyn een prooi van ironie. Reguliere partijen waar hij aanklopt wijzen hem naar geruzie de deur. In 1994 schrijft hij daarover in een van zijn vele brieven aan zijn vriend Jan het Hooft. Hij heeft het over Mozes op een gegeven moment die het beloofde land niet in mag en spreekt tegelijkertijd de angst uit dat hem datzelfde lot overkomen zal. Mozes die mocht vanaf die berg het beloofde land zien, mocht maar hij niet daarheen mocht hij niet. Hij schrijft ook ergens in een brief dat hij bang is om vermoord te worden. Vermoord als, zeg maar als uitkomst van de ambities die hij nastreefde. Ja, wanneer schreef hij dat? Ook in datzelfde jaar. Ook in 1994. Ja. In datzelfde jaar, 1994, publiceert hij zijn boek De Verweesde Samenleving. Een leider moet vader en moeder tegelijk zijn, schrijft Fortuyn. Ik ben gereed, u ook, op weg naar het beloofde land. Mozes. Hij draagt zijn boek op aan zijn vriend, Jan het Hooft. Ik vergelijk mijn tocht dikwijls met die tocht. Een bewustwordings- en een louteringsproces dat vooraf moet gaan aan de vervulling van de opdracht. De lange aanloop heeft ook te maken met zijn karakter. Waar Pim komt, komt de ruzie, is de opvatting die hem lang achtervolgt. Het geweld van de vanzelfsprekendheid. Hij vond iets, dus het had bestaansrecht. En hij had niet door hoe dat bij andere mensen aankwam? Nee, meestal niet. Meestal niet. Daar kon hij ook stom verbaasd over zijn als je hem daarmee confronteerde. Als God. Pim Fortuyn wordt prediker aan de zijlijn. Hij schrijft columns, boeken, houdt lezingen, tientallen per jaar, in het midden- en kleinbedrijf vooral. Zijn aanhang. Hij heeft natuurlijk in die zaaltjes al gemerkt van dit is iets wat aanslaat en wat andere politici missen. En hiermee zal ik het kunnen maken. Ja, ik zou graag een zakenkabinet leiden, maar ik wil er ook wel deel van uitmaken. Wat doe je dan? Je zit ergens in de bosjes te wachten. Wat doe jij? Nou, niet in de bosjes, want ik maak wel voortdurend geluid, zoals je zult merken. Ik schrijf boeken, ik hou lezen. Hij meent het. Probeer ze op dwaalwegen te brengen. Schaamte. En dan op het juiste moment, ja, dan moet je de kracht hebben en dan moet de sprong precies groot genoeg zijn. Dat is wanneer kunnen we deze sprong verwachten? Voor het eind van de eeuwwisseling, binnen 2-3 jaar. Wauw! Zou die hebben gedacht, mijn dag komt nog? Hij heeft zitten wachten op zijn dag. Hij identificeert zich met John F. Kennedy. De sfeer van een tijd belichaamde die man. Die belichaamde zo de hoop, het optimisme. En we gaan het anders doen. Maar had die man ook niet gewoon de tijd mee? Nee, je hebt nooit de tijd mee. Een leider past bij zijn tijd. Of niet. Lijsttrekker van Leefbaar Nederland. De heer Pim Fortuyn met 394 stemmen is gekozen. Er zijn vier zaken die samenvallen met zijn greep naar de macht. Hij heeft zojuist een periode van 8 jaar psychotherapie afgerond. Zijn grote liefde, Arie, is uit zijn leven verdwenen. Hij weet dat Nederland rijk en welvarend, maar ontevreden genoeg heeft van paars. En, ook belangrijk, zijn moeder is hem ontvallen. Zijn moeder heeft hem ook altijd ervan proberen te weerhouden om de politiek in te gaan, om iets publieks te gaan doen. En daar was ze heel stellig in. Ze zegt, dat moet je niet doen, want dat wordt je ondergang. At your service. At your service, geheel de uwe. Kan het religieuzer? Vanaf nu mag iedereen over mij beschikken. Dat is hier toch de boodschap? Dat hebben we toch ook gedaan? Hij heeft zich gegeven. Ik bedoel, meer viel er niet te geven. Het is natuurlijk heel bizar en heel bitter dat dat de prijs was. Maar uiteindelijk heeft hij alles gegeven wat hij had. Met 22 zetels in de peilingen overspeelt de lijsttrekker zijn hand. Een interview in de Volkskrant. Artikel 1 van de grondwet moet worden afgeschaft. Nederland wordt wakker. Dat is het fundament van onze rechtsstaat. Dit is niet gewoon rechts. Dit is extreem rechts. De nacht van Fortuyn. Hij moet weg bij Leefbaar Nederland. Vergis je niet. Ik word de minister-president. Als ik daarna keek, dan kreeg ik een kleur en dacht ik, oh, doe het dan niet, straks hoor je dat helemaal niet en dat wordt helemaal verschrikkelijk en misschien moet je het ook wel niet worden. Weet je, bij Pim dacht je altijd zoveel. En dat had ik toen heel sterk in dat beeld. Ik
had natuurlijk nooit kunnen denken dat hij vermoord zou worden. Maar ik heb wel eens gedacht dat hij er zelf uit zou stappen als hij zo grondig het gevoel zou hebben de mist in te gaan. Maar hij zet door. Niet Leefbaar Nederland was de beweging, hij was het zelf. Winst in Rotterdam. Waarlijk helpen mij God almachtig. En hij debuteert in het lijsttrekkersdebat. Dat hebben jullie gedaan. Die fusies van die ziekenhuizen. Hij ziet helemaal niet dat de shock compleet is bij al die mannen. Het komt gewoon niet binnen bij hem. Dat zie je ook aan hem. Je ziet dan hoe hij geniet van waar hij mee bezig is. Het hoort erbij. Ik denk dat hij zelf zegt, bij zichzelf denkt, waarom zeggen ze nou niks? Dat belooft nog wat te worden. Maar ineens is die zelfverklaarde opdracht een angstige weg geworden. Geen stem! Het is toch ongelooflijk? Er stonden wel 300 man in die zaal. Dan mag ik even mijn schoonmaken. Dat taartincident, dat heeft hem zo aangegrepen toen, omdat hij... Dat zegt hij ook, hij zegt van, nou ja, dat was een aanslag. En zo voelt dat dus. Dat komt dus totaal onverwacht. Het is gebeurd voordat je er erg in hebt. De laatste maanden van zijn leven brengt hij, behalve op televisie en podia, in eenzaamheid door op zijn slaapkamer. Doodsbang, zegt Jan het Hooft. Ik heb een doos van Pandora opengemaakt en ik weet niet wat eruit komt. Mijn deksel kan er niet weer op. En het moest gebeuren. Daar was hij ook wel van overtuigd. Maar ik ben meer een instrument, want ik vertolk... Het is gevaarlijker dan hij dacht. Het is gewoon gevaarlijker dan hij dacht, dat heeft hij onderschat. Het is het eerste moment dat hij snapt dat er mensen zijn die hem echt haten. Zou zonder die religieuze, of wat u noemt, messianistische dimensie, Fortuyn dit hebben losgemaakt, of enig politicus dit hebben losgemaakt? Nee, dit was er onderdeel van. Hij was ook niet vermoord. Als hij dit niet allemaal had losgeroepen bij mensen. Het is mijn stellige overtuiging dat Volkert van der G. net zo gefascineerd is geweest als zijn aanhangers. Alleen hij op een omgekeerde manier. U zegt hij zou niet zijn vermoord als hij niet die messianistische kracht ook had vertegenwoordigd. Nee, hij woelde dus blijkbaar zo ontzettend veel los... dat er een man geweest is in Nederland die zoiets gehad heeft van... dit moet ik doen, ik kan niet verder leven, deze man moet weg. Pim vroeg mij ook vaak om dingen te duiden. Hè, van, vertel mij nou eens, hoe zit dat? Hè? Geef jij je visies? En mijn antwoord daarop was altijd van... het klopt altijd, maar we zien het achteraf. En dat hele diepe besef wat ik echt heb, dat had ik toen. Dit was het dus. Zo zat die puzzel in elkaar. Dit was dus het einde van die opdracht. Voor de volledige documentaire De Messias ga naar onze website. Dit was KRO Brandpunt. Goedenavond. Programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.